Ja, kom maar verder, kom maar verder, kom maar verder. Sla je slag. Bijna. Bijna. Oké, okay, zet hem maar neer. Dit is echt nu al spannend en spectaculair. En heb je zelf ook katten of poezen bij je? Nee, maar ik heb er wel twee thuis. Maar is het niet doodzonde dat je niet... Dat je geen kat meer... Als je een kat ziet, dan zie je het. Ja, tuurlijk zou dat geweldig zijn. Nee, ze moeten het wel een beetje leren. Dus of ze het dan gelijk doen, dat weet ik niet zeker. Maar nou ja, wij hebben hier een huiskat rondlopen. Dus. Is dat zo? Oh, kijk. Kijk, zet hem maar even neer. Zet hem hier. Kijk, jij bent van de katten, ik niet zo. En dit is bewust eentje met een beetje overgewicht. Want ja, het is dus vooral ook voor katten met overgewicht. Ja. Kijk, kijk. Goed zo. Goed zo, zeg. Ze moeten nu naar binnen. Super. Ja, kijk, dit gaat goed. Goed zo. Ja, het zou mooi zijn als hij straks helemaal los gaat, hè? Goed zo. Je mag hier naar binnen, cabine 2. Kijk, mag jij mee? Een hele drukke box. Hallo. Ik moet even uitleggen aan de geachte jury. We krijgen straks een spectaculair voorwerp te zien. Oh, en daarvoor was nodig eigenlijk een kat. Nou, onze eigen kat is niet meegekomen. Dan hebben we dus onze eigen huiskat beschikbaar gesteld. Abu Tata. Studio kat. Is showtime. Oké, de deur gaat dicht. Heel veel succes. Dankjewel. Annemarie Baas, welkom. En we zijn heel erg benieuwd. Dan moet hij natuurlijk wel even starten, sorry. Dacht eigenlijk dat hij dat al gedaan had, maar dat had hij niet. Oh, mijn assistent verdwijnt even. Ik hoop dat de minuut nog niet was gaan lopen. Zal ik even helpen? De kat is weg. Ja. Dat was ook weer typisch in de categorie geen goed idee... om aan onze eigen huiskat in de strijd te gooien. Oh, hier. Hij is gevonden. Oh, kijk. Help jij even, Martijn? Ik blijf hier gewoon staan. Doe jij je presentatie. Oh, dat is ook goed. Nou, dan gaan we nu gewoon echt beginnen. 25% van de huishoudens hebben één of meerdere katten. Maar ja, niet alle katten krijgen voldoende uitdaging en beweging. Naast dat het eigenlijk een heel goed trainingsapparaat is... is het ook echt de place to be geworden. Ze zitten, liggen, spelen, lopen er meerdere keren per dag in. Even, kom er even bij, want u staat op een beetje veilig. Is het u? Met u, hoe is de relatie? Ik heb helemaal daar niets mee. Moet u dan heel snel gaan zitten. Echt heel snel. Ook 's nachts kan het gewoon, want hij draait echt geluidloos. Dus ik word er absoluut niet wakker van. Het is je... Vriendin van jullie? Ja, de bovenbuurvrouw. Okay. De bovenbuurvrouw? Ja. Dat is grappig. Dus, en dat contact is goed? Ja, dat is prima. Krijgen we nog een demonstratie te zien of niet? Als Abu Tata er zin in heeft... Ja, dit is toch normaal gesproken voor hamsters? Hey, Abu Tata. Oh, ja, kijk, wacht even. Ik heb iets gevonden wat misschien interessant is. Ik denk wel dat het hartstikke duidelijk is. Ja, het idee is hierachter eigenlijk... je wil dat de katten afvallen. Ja. Een soort fitnessclub voor katten. Ja. En laatst een Japanse kattencafé geopend. Serieus? Waarom niet een fitnessclub voor katten? Ik denk dat het werkt. Ik denk dat mensen het willen hebben. Geloof het of niet, je kijkt me meewarig aan, maar... Ja, ook dierenartsen en pensions. Ja, het is voor mij wel een ja. Ik heb geen katten, Atelier. Maar... Ik denk niet dat mensen thuis, dat iedereen dit soort een fitnessclubje thuis openen voor katten. Ik zeg nee. Jij zegt nee. En omdat ik vind dat het gewoon eigenlijk veel te groot is... en dat het waarschijnlijk niet door veel mensen aangeschaft zal worden. Nou, dat is jammer. Helaas. Maar misschien heb je een heleboel mensen geïnspireerd, hoor. Dus je weet het nooit wat eruit voortkomt. Niet met de staart tussen de benen, maar met opgeheven hoofd... vertrekt Annemarie uit de studio.